Ik krijg heel vaak de vraag van mensen van hoe ik een logo kan omzetten in een 3D-model. Wat ga je dan nu tonen in deze korte tutorial? En ik moet zeggen, het is heel simpel en ik ben er zeker van dat er andere manieren zijn, maar ik probeer de weg te vinden met de minste weerstand die ook een beetje voor iedereen toegankelijk is. Eerst en vooral hebben we een logo nodig met een transparante achtergrond. Daarmee bedoel ik dat bijvoorbeeld hier enkel de letters zichtbaar zijn en de achtergrond hier in Photoshop kan zien, dat zijn die blokjes dat je ziet, dat wil zeggen dat dat transparant is, dat is dus niet zichtbaar. Dat is meestal een PNG-bestand. Maar als je het logo hebt zonder die achtergrond, kun je hem gewoon heel makkelijk gaan importeren in Inkscape. Wat dit programma is, ga ik nu niet uitleggen, maar het is ook een programma om zo'n dingen te gaan doen. Wat ik dan doe, eens die geïmporteerd is in Inkscape, meer moet ik hier niet doen. Er zijn, ja, je zou hem kunnen traceren en dergelijke, maar dat is nu niet nodig. Wat ik hier doe, ik ga opslaan als SVG, dat is heel belangrijk. Dat is voor de volgende stap dan, heel belangrijk. Eens je dat gedaan hebt, ga je naar de website svg2stl.com en hier gaat de magie gebeuren. Je selecteert je bestand die je net hebt omgezet in SVG, uploaden en hier kan je dan de dikte kiezen dat gewenst dat hij is. Ik heb hier gewoon laten op 5 mm en gewoon converteren en we hebben onze logo. En vanaf nu kun je hem downloaden en hem eventueel gaan importeren in bijvoorbeeld Blender, om er dan zo'n klein plakkaatje van te maken, of eventueel een sleutelhanger, of noem maar op. De creativiteit laat ik over aan jullie. Ik hoop dat deze tutorial toch wel handig was. Wil je nog meer van die tutorials? Laat zeker weten in de comments. En vergeet mij zeker niet te volgen. Joep!